Het sportpark van Gemert, sportpark Molenbroek, zal donderdag eigenlijk uitpeilen met bussen. Want het is over een anderhalve dag alweer zover Karel Haasbelt als voorzitter zijnde van Gemert. Een paar knotsgekke weken waarin je wordt geleefd. Er is heel veel gebeurd. Maar donderdag, dan gaat het eindelijk gebeuren. Ja, donderdag is het eindelijk zover. 27 september, 8:45 in Helmond. Hoe kijk jij naar deze wedstrijd? Hoe ga je daar naartoe leven als voorzitter? Nou, als voorzitter hoop ik dat ik daar enorm kan genieten van een schitterende ambiance. Ja, en als we het hebben over de afgelopen weken, ja, dan is het echt een gekkenhuis geweest. Hè? Het is echt het is fantastisch hoeveel mensen erbij betrokken zijn geweest die ons van alle kanten hebben geholpen met de kaartverkoop, met het regelen dadelijk van de bussen, noem maar op. Ik weet zeker dat er heel veel mensen zijn die dubbele banen hebben gehad de afgelopen weken. Ja. Ook wel leuk, maar ook de andere kant, want Feyenoord TV, Fox Sports, ze komen dan toch eigenlijk kijken naar die club daar in Brabant, die hoofdklasser die het op gaat nemen tegen Feyenoord. Levert dat ook wat op, dat bekendheid? Ja, dat is altijd goed, hè, voor je imago, voor je uitstraling en ik denk niet alleen voor de voetbalvereniging, maar ook voor Gemert, het dorp. Het leeft ook enorm in het dorp, hè. Dat merk je aan alles. En we hebben al de eerste interviews gezien op tv gisteren op Fox. Er worden nu dagelijks nog interviews uitgezonden. Spelers worden gevolgd op hun werk overdag. Het is natuurlijk ook interessant als er dan iemand bij zit die voor Ajax is en juist niet voor Feyenoord. Hè. Daar worden dan allerlei vragen aangesteld. En je wordt eigenlijk ook een beetje platgebeld, hè, door de landelijke pers, van de Telegraaf tot het AD, Eindhovens Dagblad, Gemert Centraal, noem maar op. Maar is dat al wel voor de spelers een goede voorbereiding? Hè? Want als we zo gaan kijken naar deze wedstrijd, als je als cameraploeg een speler gaat volgen op zijn werk, dan heeft het geen goede voorbereiding, lijkt me. Ja, maar ze worden niet gevolgd deze week. Hè? Dat was vorige week, was voor de wedstrijd tegen Minor en die hebben gewoon met 3-0 gewonnen. Dus dat heeft denk ik weinig invloed gehad. En onze trainer ziet er ook wel heel goed op toe. Dat de focus gewoon op de wedstrijd ligt waar het om gaat. En dat was afgelopen zondag Minor. En dat was nog niet Feyenoord. Dat is donderdag aanstaande. Een tegenstander van furoren. Hand in hand kameraden. Het lijflied van de Feyenoorder. Nou ja, goed. We hebben de supporters hier al binnen gehad. Jullie hebben van tevoren gezegd als vereniging zijn de jongens, we gaan met bussen. We gaan vertrekken. We weten nog niet waar we opstappen. Hoe is het momenteel geregeld? Wat gaat er donderdag eigenlijk allemaal precies gebeuren? Ja, we vertrekken donderdag hier vanuit de Predikant Zwilderstraat. En het verzamelen is hier in het clubgebouw, in de kantine. 6:30 zullen de eerste bussen vertrekken. 6:15 worden die mensen hier verwacht. Ik weet even niet uit mijn hoofd, sorry, om welke vakken het precies gaat. Maar het staat allemaal op onze website. Er staat de exacte berichtgeving. Dus we gaan eigenlijk in twee shifts. En de eerste groep wordt verwacht om 6:15 hier. 6:30 vertrekt. Tweede groep wordt verwacht om 7:00. En dan vertrekken die tussen 7:30 en 7:30 ergens. Ja, ik kan je wel eventjes helpen erin. Want de mensen met de kaartjes voor de vakken D, C, B, A en P worden verzocht om uiterlijk 6:15 hier te zijn. Dat zijn dus de eerste mensen die gaan vertrekken. Ja, dat klopt. Dat zijn dan de eerste mensen die gaan vertrekken. En die zullen hier dus instappen. En die krijgen een gemerkte kaart. Die kaart hebben ze al, maar die wordt gemerkt op het moment dat ze instappen in de bus. Want dat is natuurlijk van groot belang dat we die veiligheid waarborgen, zodat ook duidelijk is dat het allemaal mensen zijn die hier hun kaartje hebben gekocht bij de voetbalvereniging Gemert. Maar stel dat ik dan hier aankom en ik wil op de president Zwilderstraat eigenlijk instappen. Gaat dat dan? Nee, dat gaat niet, want we leiden ze hier vanaf het clubgebouw naar de predikant Zwilderstraat. We hebben daar dranghekken staan en je zult hier dus een kaart moeten hebben die gemerkt is. En dat kan alleen maar als je hier aansluit. Ja. Moet ik dan bijvoorbeeld ook mijn idee nog meenemen? Jazeker, dat is ook een voorwaarde, maar dat is bij iedereen bekend. Hè? We hebben de kopieën ID in ons bezit. En die kopieën die kunnen gecontroleerd worden bij het stadion. Dus iedereen zal zijn ID bij zich moeten hebben. Mag rijbewijs zijn, paspoort of een ID-kaart. Dat maakt verder niet uit. Maar dat is ook altijd zo gecommuniceerd vooraf. Maar is dat dan, dat watermerk, is dat om te zorgen dat er straks daar in Helmond wat makkelijker de ingang binnen kunnen? Dat je niet dat, tussen haakjes, dat geouwe hoer hebt bij die ingang? Jij zegt het precies, Mario. Ja. Daar gaat het om. Nee, ja. Want eventjes voor de mensen om duidelijk te krijgen. Want sommigen zeggen van het moet zoveel geregeld worden en dergelijke. Maar het is gewoon belangrijk voor dat het allemaal ook structureel goed loopt.
Ja, precies. Het is namelijk een hele logistiek. Hè? Daar bij dat stadion, er zijn 3 ingangen. 2 bij het stadion, 1 bij de businessclub. En als daar die bussen allemaal tegelijk aankomen en de mensen hebben een gemerkte kaart, dan kan het wat sneller gaan. Dat is de bedoeling. Hoe zit het dan met de terugreis? Want ben ik dan aan diezelfde bus verbonden om weer terug te gaan naar het sportpark Molenbroek? Nee, de terugreis, dan hebben we nog extra bussen. Want iedereen moet zo snel mogelijk weg bij het stadion. Dus op de heenreis dan wordt er gependeld. En op de terugreis dan worden er nog extra bussen ingezet. Want het is niet de bedoeling dat mensen daar nog een uur moeten wachten na de wedstrijd. Al eer ze terug kunnen naar Gemert. Nee. Maar hoe laat gaan dan bijvoorbeeld de spelers en de leden van de businessclub? Want die zullen denk ik toch wel wat eerder vertrekken. Ja, de businessclubleden die vertrekken hier al om 6:30. Die worden verwacht vanaf 6:00 in de businessclub. Ik geloof dat onze spelersgroep rond 7:00 vertrekt die kant op. En die zullen de zwart-witte armada met bussen ontwijken. Die hebben een alternatieve route. En op de terugweg, zoals gezegd, dan gaan we en masse terug, behalve de leden van de businessclub. Die gaan dan weer wat later, want in de businessclub is nog tot 12:00 wat te doen. Ja, ik heb ook begrepen dat we voorafgaande aan de wedstrijd lekker de sfeer een beetje gaan verhogen met Ivo Verossum. Onder andere Ivo Verossum, ja, zeker. We hebben ook Robertje Sterke, bij iedereen bekend. Die zal ook aansluiten. Dat is een André Haarts imitator. Of was dat die andere? Nee, Robert Sterke, dat is natuurlijk Robbie Williams. Hè? En de zanger van ons clublied. Hè? Van het zijn de zwart-witte kleuren. Daarnaast hebben we de Wevers op de tribune zitten als het Weilorkest. We zullen voor de wedstrijd ook nog aandacht besteden aan het geefvoetbal. De Kees van Sintenbokaal die wordt uitgereikt. Dat vindt plaats om 8:15. En zoals je weet, Kees van Sinten, een van de medegrondleggers van ons scheefvoetbal hier in Gemert, maar ook een vervent Feyenoord supporter. Helaas vorig jaar om het leven gekomen door een noodlottig ongeval. Maar ook bij de Feyenoord aanhang zeer geliefd en bekend. Want vorig jaar, ik geloof dat het tegen ADO Den Haag was, hebben ze nog een uur voor hem geapplaudiseerd in het stadion. Eigenlijk is het toch heerlijk, hè? Het uur komt steeds nader. Toch eventjes nog over die spandoeken, want je hebt de oproep gedaan naar de jeugd van Gemert. Die spandoeken moeten geïmpregneerd worden. Gaat dat ook nog gebeuren? Dat is een hele goede vraag. Daar ben ik eventjes niet van op de hoogte hoe dat precies... Ja, ik las op de website dat het woensdagmiddag was. Nou, dan is dat woensdagmiddag. Ik heb veel onder controle, maar niet alles zoals je hoort. Maar de jeugd woensdagmiddag om 6:30 geloof ik, van 6:30 tot 6:30 wordt dat eventjes gedaan. Heb ik gezien op de website. Voor meer zaken, want er moet natuurlijk meer geregeld worden, Carlo. Hè? Want het is bijvoorbeeld, je moet je eigen aan regels houden. Er mag geen vuurwerk afgestoken worden. Er zijn meer van dat soort zaken. Is allemaal terug te vinden op de website van Gemert? Ja, staat er allemaal in. Staat precies hoe de hele logistiek zal verlopen aanstaande donderdag. Dus een ieder kijk vooral ook naar die website. Want het is gewoon belangrijk. Scheelt ons ook weer een heleboel telefoontjes. Want we worden natuurlijk gek gebeld. Hoe zit het nou allemaal? En wij zeggen altijd, kijk op de website. Hebben we ook altijd gecommuniceerd bij de verkoop van de kaartjes. En inmiddels staat het er dus allemaal op sinds gisteravond. Nu weten we ook precies hoe het ervoor staat qua aantallen en alles. Dresscode? Zwart-wit, hè? Uiteraard. Het moet één grote zwart-witte zee worden. We hebben natuurlijk ook nog leuke sjaaltjes in de verkoop. Ik geloof dat hier achter mij zelfs zichtbaar is. En die worden donderdag ook nog verkocht. Ik raad ook in ieder aan om er eentje aan te schaffen. Want het kan best koud worden in zo'n stadion 's avonds. Hè. We spelen pas 8:45. Het koelt flink af. En dat niet alleen. Misschien kan het toch de temperatuur dan nog heet oplopen. Zeker tegen het einde van de wedstrijd. Als een van de spelers toch gelijk krijgt. Die ik, Jens Leijten of Thijs van der Pol. Want die hadden toch over misschien nog wel kansen erin zitten voor Gemert. Ja, ik zag op Fox TV dat Thijs van Pol in ieder geval aangaf. Van de Feyenoord-verdediging zal wel bibberen voor de Gemertse spitsen. Nou ja, ze hebben ook flink gescoord, hè, de afgelopen weken. Maar als ze dat donderdag ook nog eens een keer zouden doen, dat zou fantastisch zijn. Een zucht van verlichting als het donderdagavond 11:30 is? Als we hebben gewonnen, dan is het meer dan een zucht van verlichting. Maar het gaat vooral om het feestje, om de happening, het totale gebeuren, de entourage. En het kan nu toch al niet meer stuk. En als we winnen, is het alleen maar een bonus.